Christophe van Kraan, het is weer een tijdje geleden dat we elkaar zagen en spraken. We waren toen nog redelijk aan het begin van de voorbereiding. Hoe is die nog afgelopen voor KFC Werchter? De voorbereiding was een beetje een drama voor ons. Heel veel vakantiegangers, een aantal gekwetsten, waardoor dat er anderen op vakantie gingen. We moesten er anderen wat meer spelen, overbelasting. Waardoor dat we nu ook niet met ons sterkste ploeg staan. Maar het is zo. Wij zijn nu eigenlijk, in mijn hoofd zie ik dat nu, als we nog een paar weken in de voorbereiding zijn, dat we nog kunnen groeien. Maar het is zeker nog niet wat het moet zijn. Ja, verleden week is de competitie dan gestart. Jullie zijn wel meteen begonnen met een overwinning op Tiltwingen. Ja, we zijn inderdaad gestart op mijn overwinning. We hebben de laatste week van de beker hebben we tegen Aarschot gespeeld. Dat was al iets beter. Vorige week stond het wel iets beter, maar was nog niet 100%. Maar omdat we denk ik wel de betere ploeg waren, hebben we dat kunnen winnen. Vandaag komt dan de eerste test en dan is het wat moeilijker natuurlijk. Hè. Ja, vandaag inderdaad de streekderby tegen Haagt die op het programma stond. Ja, hoe is die wedstrijd gelopen? Ja, voor mijn vier andere spelers van de ploeg is dat een treffen tegen een X-ploeg waar we allemaal heel lang geweest zijn. Dus speciaal, toch wel even in het toegeleefd met heel de groep. Als je dan 2-1 verliest, is dat spijtig. Ja. En waar lag het dan aan? We speelden vandaag tegen een hele jonge ploeg. En ik denk dat we, normaal zouden dan als volwassen ploeg, ik denk dat wij iets matuurder zijn, die match moeten naar ons toe trekken. Zeker in het mentaal gedeelte. En de jonge mannen van Haagt hebben dat schitterend gedaan. Die hebben ons niet met, die hebben ons gewoon met voetbal mentaal een beetje gekraakt, waardoor het er bij ons een beetje beginnen zagen en klagen is. Vooral op elkaar, niet op de rest. Maar dat is nu op 3 jaar tijd een derde keer of zo dat dat gebeurt. Zo is dat er een matchje in het hoofd een beetje kraakt en daardoor verliezen we vandaag, denk ik. Ja. En zou dat dan komen omwille van het feit dat het een streekderby is, dat het wel meer beladen is als andere wedstrijden? Dat is dan de jongens die eigenlijk van Ginder komen, die hebben eigenlijk het minst in dat meegegaan. Ik denk dat het vooral is omdat minder ging, dat Haagt heel sterk en goed begon. En wat ze vorige week trouwens, want ik ben dan gaan scouten, ook deden. En dat we het daar moeilijk mee hadden. En dan de warmte, je belabberd een beetje voelen. Ik denk al die dingen zijn een beetje samen. Merk dat. Verdiende zegen van de Haagt voor mij. Ja, ja. Al was er een buitenspeldoelpunt bij. Ja. Ik denk Haagt heeft zeker minimum 5 echte heel goede kansen gehad. Waar ze maar eentje van afwerken. Ik denk dat ik het dan tactisch goed aanpak. Waardoor dat we tot de 1-1 terugkomen. En dan maak ik denk ik een foutje met te geloven dat we er nog eentje kunnen maken. Ik denk als ik dan terugschakel naar het oude systeem dat we hier gewoon op een 1-1 streven. Dus ik neem het ook een beetje op mij. En dan gebeurt in de omschakeling een verre bal. En mijn verdedigers moeten in de wel gaan. En ik ben vrij zeker dat een aanvaller er ver achter stond. En zeker een meter. En die gaat dan door en die werkt dat dan heel goed af. Dat is ook een jongen dat ik in 1 jaar of 10 getraind heb. Dus mooi voor hem. Spijtig voor mij, maar ik gun het Stijn heel hard. Ja. Hoe ziet jullie programma er nu de komende weken nog uit? En waar ligt het zwaartepunt? En ja, misschien nog een bijkomende vraag. Vandaag verloren, dat wil zeggen dat er straftraining op het programma staat komende week voor de spelers. Straftraining niet, nee. Ik ben niet van trainer van we gaan nu eens er een lap op geven omdat Gelle dat hier gedaan. Nee, er gaat wel 1 ding gezegd worden over het punt dat ik juist heb aangehaald van dat gezag en dat geklaag. Er gaat een regel bij komen. We hebben een ratje om aan te draaien voor de strafmaat. Ik wil dat altijd ludiek houden. Dus ik wil niet zeggen je moet zoveel boete betalen, dus dat doe ik niet. Dus er komt gewoon 1 dingetje meer op het rad. Er gaat 1 vrijstelling weg en er komt 1 ander dingetje bij op het rad. Dus als dat gezag nog gaat zijn, dan volgen er wel gewoon gevolgen. En we gaan niet iedereen laten lopen als niet iedereen daarin doet. Dus dat doen we niet. Nee. Okay. En het programma volgende week of de komende weken dan? Volgende week hebben we, deze was de ploeg dat het derde afzakte. We hebben de andere ploeg, Molenbeek, die...
die ook uit derde komen. Die hebben dan een zwakke start gehad met RWL met 10 golen binnen te krijgen en verloren. Maar die hebben nu 5-2 gewonnen. Dus alle 2-3 punten. Dus dat zal gewoon de eerstvolgende test zijn. En dan zullen we weer verder kijken naar de volgende match. Dus volgende week moeten we er terug thuis tegenaan. En dat even rechtzetten wat er vandaag gebeurd is. Oké, okay, heel erg veel succes komende weken en ja, tot later in het seizoen. Goed, dankjewel voor te komen. Merci.